Vandaag ga ik jullie iets vertellen wat ik al heel erg lang wil vertellen. Vandaag ga ik jullie iets vertellen wat al heel lang op mijn fucking hart legt. Dus dames en heren, luister goed en knal nu al een duimpje omhoog. En ik ben zeker dat jullie het allemaal super cool gaan vinden. Als ik dat doe, dan weet je dat het serieus is. En eigenlijk doet dat echt pijn aan mijn keel, maar oké. In 2016 heb ik één iets geleerd van YouTube. Eén iets heel belangrijk en eigenlijk echt het belangrijkste ooit. Drama is views. Het is een welgekende formule en eigenlijk geloofde ik er zelf nooit in. Totdat het natuurlijk bij mijzelf gebeurde. Toen ik uit de squad gezet werd, ging er iets heel raar met mijn kanaal. Mijn kanaal dropte ineens gek. En in dezelfde avond steeg mijn kanaal super hard. Vanaf dat er een ruzie is, of vanaf dat er iets gebeurt wat niet normaal is, komen er allemaal mensen bij kijken en is iedereen ineens een ramptoerist. Iedereen wil weten wat er aan de hand is. En zo krijg je populariteit uit overgedramatiseerde bullshit. Ik die uit de squad ging was helemaal niet zo'n ding. Ik heb nu bijna geen contact meer met iemand van de squad. YouTube is een plek waar iedereen entertaint. En als er dan eens dingen gebeuren op YouTube die in het echte leven gebeuren, ja, dan is er een bom. En om to the point te komen, iedereen zegt altijd, ik haat Armo, ik haat DutchTuber, bla bla bla. En wat zij doen is puur, drama genereert views. Drama is geld. En dat weten Armo en Job ook. Die dudes zijn niet dom. Ik haat Armo niet, ik haat Job niet, ik ben geen vrienden met hun, ik ben echt neutraal hierover. Zij weten echt wat ze aan het doen zijn. Zij weten dat ze zichzelf belachelijk aan het maken zijn op internet. Maar ze weten ook dat ze er populair door blijven en ze weten dat vanaf het moment dat zij gewoon normale video's gaan maken, dan... Maar daar ga ik niet over praten, want wat ik nu heb gezegd, dat weten jullie natuurlijk. Ik wist jullie dat niet. Want in de comments zie ik heel veel staan. Hey, ik kijk Armo alleen maar om hem uit te lachen. Hey, wat is DutchTuber toch een kutmogel? De mensen die dit zetten, kijken wel elke video van Armo en Job. En misschien niet omdat ze het super geweldig cool vinden, maar wel omdat het goede entertainment is. En tuurlijk gaan Job en Armo expres hele domme dingen doen. Armo, die in plaats van een politie-sirene een ambulance-sirene gebruikt. Duizenden mensen gaan dan een video maken daarover expose, bla bla bla. Als jij een expose maakt over Armo, dan maak je Armo bekender. Als mensen dat doen, dan maken ze hem bekender. Maar dat is natuurlijk allemaal iets die wij al weten. Laat me jullie even iets heel cool uitleggen. Als een YouTuber begint op YouTube, dan stijgt zijn kanaal meestal in een redelijk steile lijn, want je kan niet onder de nul zakken. En je bent nieuw. Je bent een nieuwe YouTuber en ook al groei je 1 sub per dag, je groeit. Tot op een bepaald moment dat je iets doet, het wordt ontdekt, bla bla bla, en je channel gaat de lucht in. Dan heb je een stijgende lijn. Op het moment dat je stopt met vernieuwen en dat je eigenlijk gewoon hetzelfde blijft, dan gaat je channel hele kleine stijgingen en dalingen meemaken, waardoor je channel eigenlijk hetzelfde blijft. Tot op het moment dat er echt mensen weggaan en dan gebeurt ja, simpelweg dit en dan is je channel dood. Dus je kan concluderen dat vanaf dit moment je channel eigenlijk al aan het afsterven is en dat, ja, dat het eigenlijk begonnen is. Nu hebben veel YouTubers in 2016 gevonden een goede die kwelling, die pijn, die het verlies van je kanaal kan tegengaan. Gebruik de drama van andere YouTubers en jouw voordeel. Hoeveel bashes en exposes ik online zie komen de laatste tijd. Maar het werkt wel. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Te Veel Gevraagd. YouTube channel die gewoon normale views, normale subs had. Heel normaal, standaard, leuk prank channel. Kijk eens hoeveel video's ze de laatste tijd hebben gemaakt voor Armo en DutchTuber. Kijk eens hoeveel meer subs ze hebben gehad de laatste tijd door dat te doen. Kijk eens hoe meer views en video's ze hebben door dat te doen. En die video's gaan erover hoe hard ze Armo haten en hoe hard ze Job haten en shit like that. Eigenlijk houden ze van Job en Armo, want Job en Armo heeft hun channel gered. Wat zij hebben gemaakt van video hebben fucking veel andere mensen ook gedaan. Eigenlijk gebruiken ze Armo en DutchTuber gewoon om hen belachelijk te maken. Dan halen ze eigenlijk gewoon views uit hun. En dat weten ze zelf ook. Dat weet Armo, dat weet Job, dat weet iedereen. Maar ik denk dat jullie dat niet weten. Als een YouTuber bash gaat uploaden over een YouTuber, dan is het niet de bedoeling dat ze die YouTuber bashen. Ze weten gewoon dat ze daar veel views mee gaan krijgen en dat het grappig is. Ik mijn rap heb geüpload over Job, wist ik op voorhand dat die video redelijk wat views ging krijgen. Daarom heb ik de inkomsten uitgezet op die video en verdien ik er geld aan. Maar kijk, luister even dames en heren. Iedereen blijft bashes uploaden over Job en Armo en daardoor blijven Job en Armo echt fire. De views die zij halen, dat is de droom van heel veel YouTubers. Iedereen kan zeggen dat die shit slecht is. Ze krijgen wel fucking veel views in een super kleine tijd en ze breken record na record met hun video's. Je kan zeggen dat je het haat. Je kan zeggen, hey, ik vind die video's maar poep.
open, ik vind ze niet leuk. Je kijkt ze wel. En je lacht er misschien wel een beetje uit. Maar dat is de bedoeling, dat is het hele concept. Als je niet zou uitlachen, dan is er iets fout gegaan in de denkwerking van Armo of Job. Denk je serieus dat als Job die verhaallijn shit door het bos doet, dat hij zelf denkt dat er mensen gaan zijn die het geloven? Hij post op Twitter zelf dat het fake is. Hij weet gewoon dat er mensen hem gaan uitlachen en dat het zo viral gaat en dat het bekeken wordt en... Het boeit hem niks dat er mensen onder die video reageren dat het fake is. Like, in welke hersencel zijn er mensen die dat geloven? Zijn er zelf mensen die shit geloven? Het is nooit de bedoeling geweest dat mensen die dingen gaan geloven. Dat is nooit... Ik ga niet zeggen zoals King dat Job het helemaal aan het opfucken is voor hemzelf en dat hij er een zootje van aan het maken is. Dat vind ik zelf dan niet. Ik vind niet dat Job er een zootje van aan het maken is. Hij is gewoon iets aan het doen met zijn kanaal wat hij niet meer gaat kunnen terugdraaien. Dat is zijn keuze. Als hij zo dingen wil doen, dan gaat hij waarschijnlijk wel nog even fire blijven gaan. Maar als hij niet verandert, dan ja, op een bepaald moment gaan mensen ook niet meer andere shit willen zien en... Oh shit, er staat... Oh my god, en hij stopt er iets voor mijn deur. Ze wandelen naar mijn huis. Ze wandelen naar mijn huis. Dames en heren, wat... Oh my god, nu gaan ze aanbellen. Luister, de bel gaat gaan. Dat was de bel. Ik ga nu even naar beneden. Excuseer me. Dat was dus de meneer van de koeldienst of zo. Hij verkocht ijsjes, maar jammer genoeg heb ik hier geen cash geld liggen. Dus ik kon geen ijsjes kopen. Maar ijsjes, wat je nu allemaal zegt, dan maak jij deze video toch ook eigenlijk gewoon voor de views en de Marmo en dat je... Ja, dat klopt. Maar ik maak deze video ook voor jullie en dat jullie eens jullie ogen gaan open doen in plaats van te blijven bashen. Je kan onder elke video van Job commenten. Oh, ik ben hier voor mijn dagelijkse dislike. Denk je dat Job iets uitmaakt of je die video nu dislike? Liked of liked. Shit, zijn ze al gewend geworden. Dat interesseert hen niks meer. Maar jullie kijken wel allemaal de video. Kijk, het probleem is dat het op een bepaald moment gewoon saai gaat worden. Mensen gaan op een bepaald moment de vibe gewoon kwijt zijn van zeggen dat het fake is. En dan gaat het gewoon kelder in. Dat is de vraag van mij, wat gaan ze dan doen? Hoe kan Job nog veranderen daarin? Want je ziet dat ze nu heel de tijd extremer en extremer en extremer en extremer aan het gaan zijn. Tot op een bepaald moment als gewoon echt iemand gaan moeten neersteken op straat. En naar het ziekenhuis gaan moeten gaan om het nog een beetje entertainend te houden. Ze hebben er zelf voor gekozen om in die shit te stoppen. En nu zijn ze zelf gewoon eigenlijk steeds meer aan het ingraven in een put waar ze niet meer uit gaan kunnen gaan. En dan op een bepaald moment gaan ze zo diep in de shit zitten. Nou, waarschijnlijk wel veel views. Dat ze niet meer weten hoe ze eruit moeten komen. En dan ga je waarschijnlijk nooit meer iets zien van die YouTubers. Ik ga morgen een livestream doen en dat gaat een 12 uur stream zijn op Twitch. Dus als jij veel werk hebt voor school en als je nog heel veel dingen moet doen en als je eigenlijk geen tijd... Kom dan kijken. 12 uur gaan wij Overwatch spelen. Echt van 12 uur in de avond of zo tot 12 uur in de middag de dag erna. Ja, dat ga ik doen. Ik ben Acid. Tot de volgende keer, bitches. Yo! Hold up. Jullie dachten dat ik weg was, maar dat is niet zo. Nu wel.